Dames en heren, welkom op de eerste reguliere bijeenkomst van de RVOZ in het nieuwe jaar. We hebben zometeen een inspirerende spreker, Richard van der Lee. Die zal u iets gaan vertellen over, als ik het goed begrijp, talentontwikkeling en wat daarmee samenhangt. En wij zullen na afloop van deze bijeenkomst, vandaar dat ik u niet nu al in de gelegenheid zal stellen om, zoals ik zo af en toe doe, op de gebruikelijke wijze even een minuutje met elkaar te praten, kennis te maken. Er zijn hier nog een heleboel plaatsen vrij. Kom maar naar voren. Gezellig. Meneer Scholten en de beide neven Scholten en Leo van der Meer. Kom verder. Maar niet in de gelegenheid zal stellen om even met elkaar kennis te maken. Dat doen we na afloop van deze bijeenkomst. Dan staan een aantal staantafels gereed waarop een paar stellingen staan, waarover het u dan met elkaar naar aanleiding van deze lezing kunt hebben. En dan zal ik proberen u zo tussendoor met de microfoon zoveel mogelijk uit uw evenwicht te brengen. Om te kijken of u misschien in de onderlinge contacten wat niet alleen kennis, maar ook plezier opneemt. Dank. Want ja, is eigenlijk nu niets meer staat er in de weg om het woord te geven aan de spreker. Richard van der Lee. Hokjes denken. Als er iets is waar wij in Nederland goed in zijn, of we het nou hebben over het bedrijfsleven of over het onderwijs, of thuis, dan is het hokjes denken. Denk even aan CITO's, controles, procesbeschrijvingen, functieprofielen. Denk aan je eigen belemmerende gedachten. Maar wij in deze zaal zijn natuurlijk een uitzondering. Althans, laten we eens gaan kijken. Dat is eigenlijk wat ik veelvuldig ben tegengekomen en waar ik jullie het komende half uur ook in mee wil nemen. In mijn reis door het land van onderwijs en mijn reis door het land van organisaties. En dat zie ik als volgt uit. Daarna een experiment als inspiratiebron, een korte video en een vraag aan het einde die heel erg wezenlijk is als je het hebt over ook wat aansluit op wat net gezegd wordt. Jonge mensen die daar aankomen, die een keuze moeten maken, maar ook voor mensen die al binnen bedrijven rondlopen of in het onderwijs. Mijn reis door het onderwijs, dat was wel een bijzondere, nog steeds. Organiseren, ik zal straks uitleggen wat ik daarmee bedoel. Talent herkennen en herkennen, korte samenvatting met een aantal punten die in mijn beleving belangrijk zijn. En daarna feitelijk de sterren van, voor mij betreft deze presentatie, maar Riet Steenwijk is hier al, Cadena de Talentos, en die zal daar straks wat meer over vertellen. De boodschap is, durf anders te kijken naar talent. Even over mij. Allereerst ben ik vader en echtgenoot. Ik ben 43 jaar, ben getrouwd met Denise. En ik heb 3 dochters. Het is een huis vol. En ik heb er eentje die is redelijk aan het puberen, 13 jaar. En er eentje die is al 2 jaar aan het puberen, alleen ze is 10. Dus ze heeft het zelf nog niet helemaal door. En de jongste, de Benjamin, Shannon. Ja, ik weet niet of ik het puber moet noemen, maar die maakt echt overal gebruik van omdat ze zo klein is en omdat ze iedereen lief aan kan kijken. Dus ja, het is best druk. En dat maakt het ook wel weer leuk en uitdagend. En van daaruit krijg je ook, even los van mijn reis die ik heb gemaakt, een bepaalde kijk op onderwijs. Die staat aan de zijkant kijk ik naar tegenaan. Wat ik daarnaast doe, visie op talent. Ik ben aanjager van verandering, zoals ik het net noem. Ik kom straks terug op de reis die ik daar naartoe heb gemaakt. En aanjager van verandering is dat ik organisatie en individu help om zich bewust te worden en te prikkelen van wat kan talent voor je betekenen. Century of Talent, dat is een blogsite waar ik founder van ben, dat groeit als pool. Er zitten met 20 bloggers op die bloggen over allerlei thema's van organisaties. En daarnaast ben ik founder van de Alphabet Boeken samen met iemand die ik eerder heb ontmoet. En het sollicitatiealfabet, we zijn nu helaas wat te vroeg, maar dat komt over 2 weken uit en binnenkort volgt het leiderschapsalfabet. En daarnaast, dat had ik nooit verwacht, bestuurder in het primair onderwijs. Ik ben bestuurder voor een stichting, in een stichting die zich bezighoudt met een achttal basisscholen beheert. Met in totaal 1200 leerlingen. En ik heb een aantal boeken geschreven, die liggen daar. En waar die over gaan, daar kom ik zo direct ook nog op terug. Graag even kort. Een moment, ik kijk hier eens naar. Thank you.
En iemand het filmpje af. En is de conclusie ook herkenbaar? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Missen we veel dingen? Want dat is de vraag natuurlijk. Ja, dat vallig vanmiddag nog altijd. Dat als je veel focus had, dat je eigenlijk ook een hele hoop informatie mist. Dus ja. We hadden eigenlijk over dat je moet afwisselen tussen focus en juist afstand nemen om over verbanden te kunnen. Dat je te veel gefocust bent, dan zie je verbanden. Ja. En je kijkt naar wat op het eerste gezicht naar voren komt. Dus net zoals bij een sollicitatie, als je naar binnen komt. Kijk weer verder. Ga ik erin meenemen. Mijn reis door het onderwijs. We zien hier Pietje Bel. Pietje Bel was een bengel. En als ik kijk naar 30 jaar geleden. Toen zat ik ook in het reguliere onderwijs. Er was Pietje Bel een lief jongetje. Je had mij niet in de klas willen hebben. En dat zeg ik niet met trots. En dat is achteraf iets wat ik wel makkelijk kan constateren, maar het is nou maar zo. Ik dreef mijn ouders tot wanhoop, ik dreef mijn docenten tot wanhoop. En uiteindelijk goed bekijk mezelf ook. Gezondheid. Dat was door te zieken in de klas, door buiten de klas. Ik zat er meer ook buiten overigens dan binnen. En ik had, het onderwijs was voor mij niks meer en niks minder dan een gevangenis. Ik kon mijn ei niet kwijt. Ik wisselde enorm qua resultaten. Dat was ook geen vat om te krijgen. En ja, het past niet. Ik wilde werken. Ik ben ook vrij vroeg gaan werken. Part-time, dat mocht toen nog. Naast mijn school zat ik zoveel mogelijk als afwasser in een hotel. En ik was ook blij dat ik uit het onderwijs ging. Dan moet ik ook zeggen dat bij mijn afscheid van het onderwijs, de 6 jaar MAVO, want dat was ook wel een ervaring op zich, tegenwoordig kan dat niet eens meer, waren ze ook blij dat ik wegging. Sterker nog, als ik ga kijken naar die aula, en dat haal ik nu nog voor me, dat beeld, en er werd netjes iets opgelezen bij ieders diploma, dat was allemaal positief. En kwam het er bij Richard van der Leyen, was dat niet zo positief. Ik geloof dat het de enige was. Dus ja, dat was wel in ieder geval een hele duidelijke boodschap. Onderwijs en Richard van der Leyen passen niet bij elkaar. En als je dan gaat kijken wat er toen de tijd de verwachting was van mij, als je het relateert aan mijn gedrag en ook mijn resultaten, dan was het: hij heeft geen toekomst. Het was de gedachte van randsamenleving, een mooie uitspraak, opgroeien voor galg en rat. En ik heb heel erg mijn best gedaan om dat beeld te bevestigen. Alleen, het is niet gelukt. Uiteindelijk. Maar ik ben inderdaad in de jaren na school ben ik met van alles bezig geweest. Ik zat inderdaad aan de rand van de samenleving. Ik was overigens wel aan het werk, dus het was niet zo dat ik niets deed. Maar ja, om nou te zeggen, goh, het was iemand met perspectief. Nee, totaal niet. En als je dan nu kijkt, als je dan nu terugkijkt, zijn we 30 jaar later. Dan kijk ik op een hele andere manier naar onderwijs. Dat heeft onder andere te maken met het onderwijs dat ik later doorlopen heb tijdens mijn loopbaan. Daar kom ik zo direct nog terug. Maar ook wat ik meemaak met mijn kinderen. En ook wat ik nu zie als bestuurder in het primair onderwijs. In relatie tot schoolinspectie en ga zo maar verder. Er zijn een aantal zaken die voor mij dan opvallen. En dan wil ik jullie gewoon eens kort eventjes in meenemen. Gewoon even wat praktijkervaringen. Allereerst, als ik nu kijk naar onderwijs. En dan is het puur even op het fysieke gebouw, maar daarnaast ook het systeem. Dan is dat niet zoveel anders dan 70 jaar geleden. Zoek de verschillen. Het enige verschil wat je nu misschien zal zien bij een aantal scholen, is dat je aan de zijkant een paar tafels ziet staan met een computer erop. Maar voor de rest, niet. En dat is toch wel verbazingwekkend. Als je namelijk bedenkt wat wij 70, nou leven, neem eventjes 100 jaar geleden. Want het klaslokaal kan had ook van 100 jaar geleden kunnen zijn. Waar we met stoommachines bezig werken, waar we een bepaalde manier energie op. Tegenwoordig doen we dat met zonnecollectoren. Communiceren delen we met zo'n mooi apparaatje. Dat heet morsen en met telegrafen gaan zo weer verder. En tegenwoordig hebben we mobieltjes waar je bijna doorheen kan kijken. Of je zet een bril op waar je inderdaad bepaalde zaken kan zien. En dat is veel meer gaan ontwikkelen. En ga je dan kijken naar het systeem en naar de klas, dan is dat vrijwel hetzelfde gebleven. Dat is toch wel verbazingwekkend. En dan merk je ook, en dat merk ik dus als bestuurder in het onderwijs, want als je het daarover hebt, en dan hoorde ik van de week, een doorlooptijd, als je een schoolgebouw wil neerzetten, of als je inderdaad zaken wil wijzigen, van 10 jaar. Ik kon het me bijna niet voorstellen, ik zat met mijn mond open. Maar het is nou eenmaal zo.
Dat heeft natuurlijk ook te maken met de politiek, maar daar zitten we hier vanavond niet voor. Daar hebben jullie binnenkort een mooie ochtendbijeenkomst voor, begrijp ik. Dus dat komt allemaal goed. 7 uur. Schooltoetsen. Ook zo'n fenomeen. Toen ik op school zat, had ik niks met schooltoetsen. Leren was sowieso iets waar ik een broertje dood aan had, maar dat hebben jullie ondertussen begrepen. Ik heb echter een aantal dochters die zeer gemotiveerd zijn. En de middelste, Estelle, die is heel goed in rekenen. En wat gebeurt er? Zij heeft een toets, en dat noemen we dan zo'n mooi vehikel, dat noemen we dan een CITO-toets, dat hebben we net ook even gehad, ook zo'n hokje, heel mooi. En daar komt een bepaalde score uit. Alleen wat heeft deze jonge dame nou? Deze heeft de afgelopen jaren heeft zij continu hele mooie cijfers gehaald. En zij zat dit jaar, begin van het jaar, schooljaar, zat zij wat slechter in haar vel. Toen zij de afgelopen jaren een mooie score had gehaald, kreeg ze iets dat heette een routeboekje. Ik heb het niet verzonnen, maar zo heet het. Dan krijg je wat extra uitdagingen en dan mag je wat doen. Wat extra's doen. En zij had voor de CITO had zij een 7,3 gehaald. En het gevolg was dat haar routeboekje werd afgepakt. Zo voelde zij dat. Het volgende was dat zij dus minder gemotiveerd was. Zij ging al niet meer met plezier naar school. Dus dan heb je zo'n gesprek binnen 10 minuten waarbij je het een en ander gaat bespreken met een docent. En dan vraag je van wat is nou het verhaal wat erachter zit? Want kijk je terug. In hoeverre kijk je naar de motivatie van een kind? In hoeverre kijk je naar de resultaten van een kind? Wat zijn het verleden gehaald? Ja, dat klopt allemaal. Alleen, ja, we hadden een 7,5 nodig voor een routeboekje. Even voor een dame die altijd 8 en 9 haalde. Dus ja, dan kunnen we niet die extra uitdaging geven. En het gevolg is dat de jonge dame dus redelijk met de P in de lijf een aantal dagen naar school is gegaan. Gelukkig heeft ze bij een latere toets wel laten zien dat ze het weer kon. En toen kreeg ze het routeboekje weer terug. Maar het is wel heel krom. Want we kijken alleen maar naar het cijfertje. En overigens, we hebben het nu over onderwijs. Maar in het bedrijfsleven, kom ik zo direct nog terug, kom je dat ook tegen. Nou, als je dan verder gaat kijken. En we hebben het over de verandering die er in de wereld is. En hoe snel dat allemaal gaat. En dan heb je dus thuis en dan kom je als vader en dan probeer je dus de kinderen nog eens een keer wat bij te brengen. Van goh, sowieso moet het als ze vragen hebben, dan merk je dat je van dat gaat achterloopt. Want waar ik vroeger de gedachte had dat ik kennis tot mij moest nemen door het lezen van boeken en ga zo maar verder, is het tegenwoordig, ja pap, dat is allemaal hartstikke leuk, ik zoek het eventjes op. En binnen 3 seconden hebben zij het gevonden. Ja, dan kan ik graven wat ik wil, maar dat zo snel kan dat gewoon niet. Oftewel, de kennis van nu is morgen verouderd. Dat is een bekend fenomeen. Daar hebben jullie allemaal mee te maken als ondernemer. Het gaat er dus om, zeker in de jeugd, ook die eraan komt, dus ook de VMBO'ers die jullie binnenkort spreken. Het gaat niet om wat je weet, maar dat je weet waar het te vinden is. En dat is hun instelling. En dat is anders dan dat wij gewend zijn. En als je dan het vervolg hebt, kijk, ik kan over onderwijs kan nog een uur vol praten. En niet alleen over wat niet goed gaat, maar ook wat over wel goed gaat. Als je dan vervolg hebt, ga ik kijken naar mijn reis in organisaties. En ik noem dat nu organileren. Waarom? Waar het voor mij om gaat, dat is gerelateerd ook aan wat ik doe. Het gaat om nieuw organiseren in combinatie met leren. Want dat is wat we continu doen, wat niet weggaat. En dat is gerelateerd aan talent. En aan vertrouwen, dus vandaar inderdaad de term. En als ik dan kijk naar mijn eigen loopbaan nadat ik van school ben gegaan en dat ze zeiden van dag Richard, we zijn blij dat we van je af zijn. En dat is nog terecht ook. Kijk, in de periode dat ik als hulpje in de slagerij heb gewerkt, als ongetalenteerde sloper in de bouw, ik heb in de scheepsbouw gezeten, allemaal los vast, continu was ik wel bezig. Ik heb zelfs in dienst gezeten, nou dat is voor een aantal mensen die hier zitten, is dat toch een onbekend fenomeen. Maar ik heb dus van alles gedaan. Ik noem dat 12 ambachten. En op een gegeven moment kom je straks op het ongeluk uit, maar dat is het vervolg van de uitspraak. Ik heb dus van alles gedaan en ik wist niet wat ik wilde. Ik was een jongen, niet vol zelfvertrouwen, totaal niet zelfs. Ik wist eigenlijk niet wat ik kon. Ik had geen vertrouwen in wie ik was, in wat ik in de toekomst wilde. En toen leerde ik de eerste kant op het moment leerde ik mijn vrouw kennen. En ja, dat is niet mijn vrouw dus, dat is dus helder. Maar in ieder geval, het gaat om die wilde haren die daar dan boven zitten.
En ik raakte wat wilde haren kwijt. En die had zoiets van, ja, het is allemaal leuk dat je loopt te vlieren fluiten in je leven. Maar wanneer ga je nou echt iets doen? Toen had ik zoiets van, oké, laat ik nu eens gaan kijken naar een baan. Die eventueel bij mij past. Nou, dat is nogal lastig. Zeker gezien de achtergrond. Maar uiteindelijk kwam ik terecht in de verkoop. En dat beviel goed. En we hadden het net over 12 ambachten. Maar toen kwam een tweede kantelmoment. En dat was het ongeluk. In 1995 ging ik voor het eerst in mijn leven ging skiën. Ik was bij een vriend die zat op een berg in Zwitserland. Denise, mijn vrouw, die was mee. Die was er wijs om niet te gaan skiën overigens. En die vriend van mij zei, om het even over leren te hebben, want daar hebben we het vanavond ook over. Van Joris, allemaal prima. Als jij van die berg af gaat, dan heb je helemaal geen les voor nodig. Totaal niet. Je kan twee dingen doen als je gaat stoppen. Je gaat of zo staan met je skis, of je gaat op je kont zitten. Ik, oké, nou als het allemaal zo simpel is, dan kan ik dat wel. En inderdaad, ik ging de volgende ochtend ging ik van die berg af. En ik zag een paar bomen, die kwamen heel erg hard op mij af. En ik denk, nou volgens mij kan ik nu twee dingen doen. Het was of zo, of zitten. Ik denk, als ik het allebei tegelijk doe, dan is het goed. En inderdaad, dat heb ik gedaan en op dat moment zat ik. En daar heb ik nog wat gevolgen van gehad, maar daar kom ik zo op terug. En ik had op dat moment had ik pijn in mijn been. Er was niks zichtbaar. En er kwam een klein klasje met Zwitserse schoolkindertjes die ongeveer vanaf dat ze kunnen lopen op de ski staan. En die kwam er omheen staan en denk van, goh, wat is dat nou een stomme Hollander. Ja, dat begrijp ik ook wel. Het was dus geen pretje en ik had last ervan. En, nou, ik heb daarna nog een aantal dagen apres-skiet en toen gingen we naar Nederland. En het gevolg, op een gegeven moment had ik een been wat rood werd, blauw, koud, warm, heel veel pijn of helemaal gevoelloos. Dat was in de jaren 90 en na een aantal onderzoeken is gebleken dat ik daar een aandoening heb opgelopen. En die noemen ze dystrofie. En dan heb je diverse soorten. Ik heb een aantasting van mijn zenuwstelsel. En de consequentie was dat ik 2 jaar niet normaal heb kunnen lopen. 1 jaar totaal niet. En 1 jaar met kruk. Alleen, dat is dan heel vervelend. Alleen je moet verder. Je hebt een vrouw, je wil eventueel een gezin stichten. Maar je hebt geen opleiding, je hebt geen vertrouwen en je voorland is een rolstoel. En toen had ik zoiets van, laat ik maar eens gaan proberen om te leren. En ik had op dat moment een assurantie tussenpersoon die mij een heel slecht advies had gegeven. Het is eigenlijk wel verpand dat ik later bij een bank ben beland, maar dat eventjes terzijde. En ik denk van, als hij mij een slecht advies kan geven en daar geld mee verdient, kan ik door op een kantoor te zitten, als ik dan toch in een rolstoel terecht kom, kan ik daar ook mijn brood mee verdienen. En eventueel inderdaad doen aan huisje, boompje, beestje. En toen ben ik weer begonnen met leren. En wonder wel, lukte dat. Ik vond het heel bijzonder, want ik had het totaal niet verwacht. Ja, leren, dat was in principe het hokje waar ik zelf zat. Leren past niet bij mij. Dus dat ging uiteindelijk goed. En daarna krijg je een periode van na 2 jaar ga je solliciteren. Nou, solliciteren is ook iets dat hoort bij leren. In mijn geval ging dat niet zo goed. 40 sollicitaties, vertel je eerlijk wat je hebt. Dat is af en toe niet zo handig. Alleen dan ben je inderdaad een risico. En dat snap ik ook nu vanuit het ondernemersperspectief. Alleen op dat moment vond ik dat niet echt rechtvaardig. Uiteindelijk ben ik beland bij de Rabobank. Er was een man, mijn manager toen de tijd. Die nam mij aan, die had een achtergrond ook medisch gezien dat het niet helemaal je het was. En die was ook opgeklommen vanuit een lagere opleiding in de organisatie. En die had zoiets van, goh, ik wil wel met jou verder. En na 1,5 jaar had ik zoiets van, leuk, ik heb een aantal opleidingen weer gevolgd. Ik doe mijn vak goed en dat werd bevestigd. En ik had zoiets van, ik wil doorstromen. Ik wil geen hypotheekadviseur meer zijn, maar ik wil private banker worden, want dat leek mij wel het summen. En toen kreeg ik de vraag van, ja, dat is, toen kreeg ik de opmerking, ja, dat is leuk. Maar je voldoet niet aan het profiel. Want je hebt geen hbo-opleiding. Waarop ik de vraag heb gesteld, goh, volgens mij gaat het er toch om wat je kan. En niet wat je direct een opleiding hebt. Nou, dat was dus op dat moment de verkeerde gedachte. Want er werd gehamerd op het feit dat je een hbo moest hebben. Waarop ik heb gezegd van, oké, ik ga naar een andere bank. En ik ben inderdaad verkast. En binnen die andere bank, daar zag ik van alles gebeuren. En ik had nog helemaal geen verstand van processen en structuren en alles wat er allemaal bij komt kijken.
Alleen ik zag wel dat er op een afdeling waar ik binnenkwam, dat het ding niet helemaal goed ging. En op een gegeven moment werd ik, dat zeggen ze heel mooi, werd ik lastig voor de betreffende manager. Die vond mij, niet altijd even plezierig. Zeker omdat ik ook nogal de neiging had het niet altijd genuanceerd uit te drukken. En die zei van, goh, ga jij eens praten met de nieuwe directeur. De man van de ABN AMRO, die was net binnengekomen. En er hing nogal zweem mee van de hardliner. En ik ging daarmee in gesprek. En het eerste kwartier verliep het gesprek voor geen meter. En daarna is de relatie voor het leven geworden. Wat de man zei, heeft mij getriggerd. Hij gaf mij sowieso aan vertrouwen. Maar hij begon al, want ik zie iets na een aantal gesprekken. En zo'n rots en daaronder zie ik iets glinsteren. Dus jij kan wel wat. Maar de vraag is, wat ga jij ermee doen? Niet wat ga ik ermee doen, maar hoe kan ik dat faciliteren? En op die manier ben ik verder gegaan. En hij zei, als jij geen hbo-opleiding wil doen, prima. Maar ik faciliteer je met coaching, ik faciliteer je met allerlei andere zaken. En dat is ook gebeurd. En daar heb ik een mooie loopbaan gehad binnen de Rabobank. En dan kom je van het een kom je naar het ander. En op een gegeven moment trek je de stoute schoenen aan. En denk je, laat ik toch maar zo'n hbo gaan doen. Dat ben ik gaan doen. En als we het dan even hebben over hokjes denken. Dan kom je dus in volwassen onderwijs terecht. En toen zei ik op een gegeven moment, een half jaar nadat ik een aantal colleges en courses had gevolgd, zei ik van, goh, ik wil mijn scriptie beginnen. En toen kreeg ik de opmerking, ja, maar dat kan helemaal niet. Waarop ik de vraag stelde, waarom niet, waar staat dat? Ja, dat was een lastige vraag om te beantwoorden, want dat stond nergens. Ik mocht na een half jaar, mocht ik aan de scriptie beginnen. Want het woord kan niet, dat past niet bij mij, want mijn voorland zou een rolstoel zijn, dus dat ik niet meer zou kunnen lopen. Dus ja, wat is dan kan niet? En ik heb daar mijn scriptie afgerond, ik ben daarna doorgegaan en intern en liep het dusdanig goed binnen de Rabobank dat ik werd aangemerkt als een talent en ik kon van alles voor elkaar krijgen en ik werd gevraagd voor een functie, intern als consultant. En daar heb ik op een gegeven moment een ja tegen gezegd met als voorwaarde, dat ik tenminste als voorwaarde, als vraag van mijn kant van, goh, dat prima, dan wil ik graag een MBA gaan volgen. Nou, dat ben ik gaan doen. En uiteindelijk was dat een lastige periode. Het was de periode van het combineren van werk. Je werkt heel veel, heel hard. Het was het combineren inderdaad van met studie, met het thuisfront. En er gebeurt dan inderdaad van alles. Maar uiteindelijk was het resultaat was daar. En ik heb een dissertatie opgeleverd. En de dissertatie was visie op talent. Dat is ook eigenlijk inderdaad wat ik zeg, de bedrijfsnaam van het bedrijf waar ik gestart ben. Daar kom ik zo direct nog op. En visie op talent is ontstaan vanuit het beeld dat ik ben wat ouder. Dat talent niet gekoppeld is aan een persoon, maar dat de mensen talenten hebben. En dat wij daar binnen organisaties niet altijd op de juiste manier naar kijken. Dus het is niet jong en dynamisch en dan talentvol. Nee, het kan ook zijn dat je al langer binnen een organisatie zit. En continu hetzelfde werk doet, maar dat je niet uitgedaagd wordt door je omgeving. Of dat je zelf niet de juiste stap hebt genomen. En daar heb ik een gedachtegoed over geschreven en dat is de kapstok in principe voor mijn business. Maar op een gegeven moment, dan zit je binnen de Rabo. Ik heb daar met veel plezier gewerkt tot afgelopen december. Maar op een gegeven moment begon het te knellen. Het maatpak, wat ik gevoelsmatig aan had, dat was een slecht zittend confectiepak geworden. En dat is niet te wijten aan mijn werkgever. Dat is te wijten aan mij, want ik ben op een andere manier gaan denken en gaan kijken naar ontwikkeling. En dat is niet de Rabobank. De Rabobank is een grote organisatie en dat verander je niet zomaar. Ja, op kleiner niveau kan dat wel, maar... En dat had ook te maken, die ontwikkeling, met de dingen die je zag. En neem maar even als voorbeeld, ik heb er voor in de voorbespreking met Nicole over gehad. Ik heb er ook een artikel over geschreven met de directeur van het ROC Nijmegen over de stagiair. Als je gaat kijken binnen een Rabobank, maar ook binnen andere organisaties, hoe daar gekeken wordt naar stagiairs, dan is dat heel beperkt. En waarom? Een stagiair, er wordt besproken van, oké, we halen een stagiair binnen, want wij doen de MBO of de HBO, doen wij een plezier. En dat is leuk, en dan krijg ik vervolg. Nou, en dan heb ik dus uit de praktijk, nou, is prima, wat hebben we nog voor klusjes voor hem? En daarnaast, we hebben nog een enquête die we uit moeten voeren. Dus we zetten die persoon neer in een bankhal. Dan kan die klant een paar vragen stellen aan de hand van een lijstje. En dan mag hij dat opschrijven. Dan mag hij daar een samenvatting van maken.
dan is hij heel nuttig geweest voor ons en that's it. En daarmee heeft hij zijn periode hier af kunnen ronden en dan geven wij daar een positief beeld aan mee. Maar er wordt niet gevraagd aan die stagiair van, hoe kijk jij nou aan tegen onze organisatie? Hoe kijk jij naar de toekomst? Het punt is alleen dat zo'n stagiair, of het nou een VMBO'er is, of een HBO'er, of een MBO'er, dat het wel je klant of je medewerker is van de toekomst, waarbij zelfs de VMBO'er in de toekomst ook een HBO kan doen. En als je dat als functie eist, hebt, prima. Maar daar kijken we dan niet naar. En het mooie was, we hebben dat artikel hebben geschreven, dat is gepubliceerd. En dan kregen wij de opmerking terug van een ondernemer en die zei, van ja, dat is leuk en dan krijg ik een stagiair binnen, maar die weet het verschil niet tussen een waterpomptang en een bako. Kan me zijn frustratie en irritatie, kan ik me best voorstellen. Alleen is de volgende vraag van, wat heb jij er dan aan gedaan in het gesprek met die onderwijsinstelling om er wel wat van te maken? En om inderdaad anders en buiten het hokje te kijken. En op het moment dat ik dan dat soort zaken meemaakte binnen de organisatie, was voor mij begon dat te wringen. En dat is dan hetzelfde, we hebben het net gehad over CITO-toetsingen, maar we doen binnen organisaties doen we precies hetzelfde. We proppen zaken in hokjes, in mooie spreadsheets, en dan heb je bijvoorbeeld binnen een grote organisatie, een kleine ondernemer, daar zou je er minder last van hebben. Dan heb je bijvoorbeeld een jaarlijkse vlootschaal. Wij nemen het personeel, dat bespreken wij. We gaan met een aantal managers en HRM gaan we bij elkaar zitten en dan gaan we het labelen. En dan gaan we zeggen, oh, dat is een talent, dat is geen talent, dat is wel een talent. En die zou eventueel in de toekomst wel weg kunnen bij een volgende reorganisatie. En dan heb je een mooie matrix en hebben we zoveel procent kan weg en zoveel procent mag blijven. En dat is eigenlijk heel raar. Ik zat er zelf tussen, ik heb er zelf meegedaan. Maar op het moment dat je dat doet, moet je jezelf ook de vraag stellen, hoe goed ken jij je mensen? En als je dus weet, ik zou je voor de rest daarom wil je niet vermoeien met al wat cijfers, maar er zijn wel wat onderliggende cijfers. Als je weet dat 80% van dat de managers, middelmanagers, 80% van zijn tijd besteedt aan vergaderingen, en dan zeggen we al dat het niet zo is, maar het is gewoon aantoonbaar, moet je afvragen hoe goed ken je dan je mensen? En vervolgens ook, van hoe kan je dan het oordeel vellen dat die persoon wel of geen goed potentieel heeft? Want als manager ben je vaak in dat geval een passant. En die mensen zitten al een langere periode, al een normaal gesprek voeren, dat is vrij lastig. En dat is dan niet alleen met het fenomeen talent, maar dat gaat dan ook over opleiding. Waarbij je zegt van, goh, oké, je moet volgens het profiel wat je daaraan voldoen, maar er wordt niet gekeken. Dan gaan we in de grote kookpot, dan gaan we met z'n allen een MBO-traject volgen. Maar er wordt niet gekeken naar wat die persoon individueel kan. En wat die voor toegevoegde waarde kan leveren voor de organisatie. En als we dan teruggaan naar de vraag die gesteld werd in het filmpje, ja, dan missen we best veel. Als we dan gaan kijken, ik had het over het maatpak wat niet meer goed zat. Ik ben er uiteindelijk met de bank, de Rabobank is aan het reorganiseren geweest. En nog steeds, dat is een doorlopend verhaal. En ik kijk daar nog steeds op terug als een werkgever die voor mij, waar ik toegevoegde waarde kunnen leveren en die voor mij toegevoegde waarde heeft geleverd. Maar we zijn er wel uitgekomen dat ik niet meer paste binnen de organisatie. En vandaar afgelopen december ben ik daar inderdaad gestopt. Ja, wat jullie hebben gezien, ik was al met een aantal zaken bezig. Het schrijven van artikelen deed ik sowieso al. En het vervolg is dat ik zeg van, goh, wij zeggen Nederland moet de plek worden om te innoveren. En daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Maar innoveren begint met mensen. En niet alleen met getalletjes. Dus ik probeer door middel van dit soort sessies, maar ook individuele gesprekken, die thermometer erin in de organisatie, ook samen met anderen, een bijdrage te leveren aan die verandering. En daarnaast, sowieso los daarvan, dan is dit het uitgangspunt. Van structuren, systemen en resultaten van ondernemingen, en dat zullen jullie als ondernemers allemaal weten, kunnen niet ontstaan of bestaan zonder mensen en hun unieke talenten. Alleen als wij eens wat meer gebruik maken van het unieke talent wat er rondloopt binnen organisaties, dan denk ik dat we nog heel veel profits kunnen halen. Zowel financieel, maar ook qua werkplezier. Wat doe ik nog meer? Ja, ik heb wat lessen geleerd, noem maar de Universiteit van het Leven, dat is al een aardige. Ik heb 3 kleine docenten thuis zitten. En ik schrijf. Dat doe ik graag en met veel plezier. Het eerste boek wat ik samen, dat is ontstaan uit een blog.
Wat ik heb geschreven is het talentalfabet. En dat zijn 26 inzichten op het gebied van talentontwikkeling. Het ligt daar. Daarnaast het leuke daarvan is, en daar komen we zo direct op terug, is dat de opbrengst van het talentalfabet, de auteursopbrengst, die gaat naar een goed doel. We hadden 3 goede doelen. We hebben gezegd, we willen delen. En we willen kennis delen. Maar waarom zou je dan ook niet de auteursopbrengst delen? Die gaat naar Cadena de Talentos. Nou, die komen zo direct, Mark Riet komt zo direct nog aan voor. En dat zijn dus 26 inzichten. Nou, er komt nog een vervolg op, diverse. Het tweede is de laptop op tafel. Ik heb het gehad over mijn 3 kleine docenten, maar dan moet ik mijn vrouw niet vergeten. Alleen als ik daarvoor een boek zou moeten schrijven, dan worden we al hele dikke. Dus dat doen we maar niet. En de laptop op tafel zijn 18 inzichten van die kinderen geven. Vanuit school, vanuit vertrouwen, vanuit leiderschap, ga zo maar verder. En die je zo door kan vertalen in organisaties. Samenvatting, als ik ga kijken naar wat ik naar mijn beelden, even op basis van deze presentatie ook, even terughalen. Durf anders te kijken naar talent. Het is dus niet jong, dynamisch, maar het kan dus ook wat ouder zijn, 50 plus, waarom niet? Iemand die zijn lagere school slecht was en een VMBO met moeite heeft gehaald, waarom niet? Vakmensen, ik hoorde net het woord ook naar voren komen. Het begint allemaal, en dat is voor mij heel duidelijk, met vertrouwen. Ik heb in het begin van mijn loopbaan had ik niet het gevoel dat ik vertrouwen kreeg. Later heb ik dat wel gehad en op basis daarvan kon ik groeien. Heel simpel. Begeef je ook buiten de comfortzone en de opgelegde kaders. Of je nou ondernemer bent, leidinggevende of de medewerker zelf. Je zal wel moeten denken buiten het hokje. Anders kom je niet verder. Wat ik net al zei, talent staat los van leeftijd, achtergrond, opleidingen en gaat zo maar door. Ja, en even heel plat. Als je niet op je bek durft te gaan, kan je het niet leren. Want dat is het. En dat heb ik, dat doe ik nog steeds en dat doe ik dagelijks. En het menselijk potentieel faciliteren tot bloei te komen is rendabel, want dat is ook het onderzoek gebleken. Talentontwikkeling is niet zomaar iets wat in de lucht wordt gegooid van goh, het is interessant. Nee, het is rendabel. Er zijn onderzoeken voor en mochten jullie daar vragen over hebben, kom maar eventjes bij de bol bij me en ik geef een webadressen en dan kunnen jullie daar ook het een en ander op terugvinden. Het is geen korte termijn oefening, het vraagt een visie. En het lukt alleen als onderwijs en bedrijfsleven de handen echt in één durf te slaan. En dit alles, en als ondernemers als goed is toevertrouwd, is vooral een kwestie van durven doen. Mijn wens is, ook na aanleiding van deze presentatie, dat jullie de Pietje Bels en de Richard van der Lees die binnen jullie organisatie of erbuiten rondlopen, dat jullie zeggen van goh, daar zit wat meer in dan je op het eerste gezicht zou denken. En die wil ik wel een kans geven. De toegif. Dat is met waar het echt over gaat en die komen zo aan het woord. Verandering begint met onbaatzuchtig delen. Ik zou graag jullie aandacht willen vragen voor Cadena de Talentos. Marguerite, kom naar voren. Dank je, Richard. Dank je. Alsjeblieft. Ben ik te verstaan zo? Ja? Oké. Zal ik het filmpje aanzetten of zeg maar wanneer? Inderdaad, Ries, wat net zei, de auteursopbrengsten van het boek die gaan naar 3 goede doelen toe. En een van de 3 goede doelen is Cadena de Talentos. Dat is Spaans voor keten van talent. En dat talent dat woont in de allerarmste sloppenwijken van Lima in Peru, boven op de berg. En hoe hoger je op de berg woont, hoe groter het risico is dat je loopt, dat je overvallen wordt, beroofd wordt. Jullie zullen straks ook die huizen zien waar die kinderen in wonen. Dat zijn talentvolle kinderen die de middelbare school hebben afgerond, die zichzelf bij ons melden. En ze moeten onder andere talentvol zijn, hersens hebben, maar ook heel sociaal bewogen. Wat wij namelijk willen, wij financieren de hbo en universitaire opleiding voor deze jonge talenten. En daarvoor in de plaats geven zij al tijdens hun studie dingen terug in hun directe werkomgeving. Bijvoorbeeld door 1 keer per jaar voor 100, dit jaar waren er 200 kinderen zelfs, een leuke dag te organiseren. Ze helpen elkaar met studeren. Ze selecteren elk jaar 10 nieuwe talenten die wij vervolgens ook weer financieren.
Onze ervaring is overigens dat 50% daar ongeveer van overblijft. Die valt binnen een jaar uit omdat ze de druk te groot is of omdat de vader dronken op pad is gegaan, moeder in elkaar geslagen thuis ligt en de kinderen dan thuis nodig zijn. Maar we zijn 5 jaar geleden begonnen met deze stichting. En ik ben ontzettend trots dat de eerste 6 studenten zijn afgestudeerd. Dit jaar en begin vorig jaar. En nou, het werkt gewoon. We hebben nu 28 studenten die we financieren. Dus de opbrengsten van onder andere het boek zijn bijzonder welkom. Maar elke andere vorm van steun is ook heel erg welkom natuurlijk. Ik vind het leuk om even met jullie te delen de film die we gemaakt hebben in Peru toen we eind van het jaar daar waren. We organiseren daar elk jaar de Summer Academy. Daarbij leren we zeg maar de talenten westerse dingen. Zoals hoe moet je projecten leiden, hoe moet je presenteren, hoe formuleer je eigen toekomstvisie en hoe ga je dat pad goed bewandelen. En dit jaar hebben ze voor het eerst alles zelf georganiseerd. En om jullie even een idee te geven, je gaat daar van je middelbare school met 16, 17 jaar van je middelbare school af. Dus de kinderen die dat hebben georganiseerd zijn tussen de 16 en de 21. Nou, ik hoop dat jullie 5 minuten even plezier hebben met kijken. Het grote gedeelte is ondertiteld. En er zit een heel gezellig achtergrondmuziekje bij. Mi nombre es Javier Contendal. Mi nombre es Isabel Francisco. Hola, me llamo Eva Compeña. Mi nombre es Ana María. Hola, soy Sara Cuco Gutiérrez. Hola, yo soy Elisa Gutiérrez Lopeso. Un grupo de jóvenes entusiastas y solidarios que enlazan sus talentos para la mejora de nuestra comunidad. Hola a todos, nosotros somos talentos porque somos personas con capacidades y con habilidades que nos permiten mejorar nuestra comunidad, además de ser muy activos, solidarios y sobre todo muy responsables. Hola, Cadena de Talentos se ha convertido en mi segunda familia. Me ha permitido conocer a nuevos talentos y a descubrir una vida universitaria acá en nuestro país, Perú.
compañeros. Así lo podrás ver. ¿Algunos durmiendo? Hemos tenido bastantes experiencias muy productivas. Net dat ik een kwartier uitgelopen ben. Ik zal het nooit meer doen, meneer de voorzitter. Dat is voor het goede doel. Mijn bijdrage voor vanavond aan Cadena de Talentos, die lever ik door middel van een cheque van 100 euro. En ja, ik hoop dat ik daarmee de aanzet mag geven voor jullie om dit mooie project op het gebied van onderwijs en talent verder vorm te geven. Doe dat onder andere door middel van het eventueel te aanschaffen van het talentalfabet. Of gewoon door met Mariet in een gesprek te gaan om te kijken wat je voor haar en de stichting verder kan betekenen. Voor de rest, als jullie vragen hebben, jullie kunnen mij op internet vinden. En ik wil jullie danken voor jullie aandacht. Ik durf in ieder geval anders te kijken naar talent. Dankjewel. Dankjewel. Binnen de RVOZ doen we ook aan talentontwikkeling. Een van de voorbeelden die we hier aanwezig hebben, dat past misschien mooi bij uw verhaal, dat een van onze voormalige voorzitters inmiddels ook binnen de Rabobank carrière heeft gemaakt en zelfs heeft geschopt tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat is dus ook een vorm van ontwikkeling, ontdekking van talenten die we hier tot uitdrukking brengen. Zometeen stel ik voor dat u eerst even een drankje haalt en daarna plaatsneemt aan de tafel samen met dat drankje. Om tegenover elkaar te vertellen, er liggen allemaal briefjes op tafel, hoe u uw eigen talenten hebt kunnen aanboren en wat u in uw eigen bedrijf doet om die talenten te laten zich ontplooien. Dus en voor de rest wens ik u een fijne en plezierige netwerkbijeenkomst. Dus maak gebruik even van de tafels om elkaar te leren kennen. En als u het niet vrijwillig doet, zal ik u een handje helpen. Dus, Hij zit met de film. Ja. Maar gebaseerd op talent, dat is natuurlijk ook goed. Vond u van de bijeenkomst? Wel weer inspirerend. En ook verschillende denkbeelden om even over na te denken. Met name over hoe je kunt kijken naar talent in bedrijven wat niet op het eerste gezicht misschien een talent is. Dus de vraagstelling van kijken we wel echt goed naar mensen van wat ze in huis hebben en maken we daar goed gebruik van. En ook als je stagiairs aanneemt, doen we dat om de stagiairs een plezier te doen of gaan we zelf kijken hoe we de kracht en de ideeën die jonge mensen meenemen, hoe we die benutten. Ja, dat is wel even een omkering, dus daar wil ik zo ook wel even met deze mensen hier over hebben, hoe zij daar naar kijken. Ja, ik kan er nog niet zoveel mee. Waarom? Ik vind het verhaal is goed, het is zijn verhaal, maar ik heb nog niet zoiets van nou ik kan dat nu toepassen in mijn organisatie. Ik vind het lastig om het even te vertalen naar de dagelijkse praktijk, maar de insteek is goed denk ik en ik denk dat het wel iets is waar we met z'n allen een goede bijdrage aan kunnen leveren. Interessante mensen en een goed onderwerp. Talent. Dames en heren. Ik wil even vragen wat uw talenten zijn en wie bent u? Mijn naam is Ronald Vesseveld en mijn talenten, dat moet je hebben van wat anderen van je zeggen, maar dat is goed weten wat je vooral niet zelf moet doen. Maar wat doet u? Ik heb een bedrijf wat kantoorboeken verhandelt zeg maar, aan andere bedrijven. Of ook aan ons. Zelf ook aan u, ja inderdaad. En het is inderdaad gaandeweg van jezelf leren wat je niet goed kan en die dingen niet doen. En bijvoorbeeld bij mij is dat klantencontacten ben ik goed in, maar personeelszaken bijvoorbeeld was niet mijn sterke kant. Dus dat moet je dan of laten doen door andere binnen je organisatie of buiten je organisatie. En gaat het goed zo? Voorlopig gaat het nog steeds goed. Wat is jouw talent? Mijn talent is om talent te herkennen binnen onze eigen organisatie. En mijn grootste leermoment binnen onze organisatie is dat
ik heb gemerkt in de organisatie waar ik werk en de branche dat het erg hiërarchisch ingesteld is. Wat ik heb gedaan is, wat ik net al zei, wij hebben de hiërarchie eruit gehaald. En wat je dan ontdekt als hiërarchie eruit is, dat talenten boven water komen, dat ze dan de ruimte krijgen om te doen wat ze graag zouden willen. En noem één voorbeeld van iemand die het meteen omhoog is gekomen in de organisatie. Dat ben ik zelf. Oké, dankjewel. Ik kom even informeren wie bent, wat doet je, wat is een grootste talent? Oh jee. Ik ben Anne Heijnhoff en ik werk bij Arts & Co. Dat is een bedrijf dat producten op de markt komt. En waar ik goed in ben is kijken naar de gebruikers. Wat zijn de behoeftes? En hoe kunnen we nou zorgen dat het eindproduct goed aansluit? En Arts & Co. Research product. Oké. En wat kunt u absoluut niet? Netwerken is niet mijn grootste talent. Oké. En dan moet misschien bij de organisatie aan het doen zijn. Wat vindt u helemaal niet? Dat kan ik helemaal niet. Hard onderhandelen. Dus u maakt verlies? Nee, dat niet. Gelukkig. En dat doet u wel? Ik kan redelijk goed mensen in hokjes plaatsen. Zoals de organisatie aan het doen. Kunt u ook uitgaan? Als het past bij de doelstelling van de organisatie, dan doen we het. Oké, dank u wel. En ook nog even zorgen dat het inschrijft. Lekker netwerken. Ja, precies. Ja, nu zelfs tweede geworden. Ja, precies. En wie? Ik werk op administratiekantoor, straatadministratie. En wat doe jij daar gewerkt? Fiscaal advieswerk en alle aangifte. Oké. Wat kun je niet? Kun je alles? Ik denk dat bijna alles kan. Wie bent u? Ik ben Patrick Lomberg, wethouder in Zoetermeer. Oké. Wat kunt u absoluut niet? We hadden het er net over. Als ze mij zouden vragen om ooit ergens wethouder van financiën te worden, zeg ik dat moet ik niet doen. Heb je geen verstand van geld? Ja, maar niet in die mate dat ik wethouder kan worden. Maar bent u wel wethouder? Waarom bent u dat dan niet geworden? Nou, mijn partij vroeg mij en ik zei van ja, volgens mij is dat een hele mooie baan. Geboren en getogen in Zoetermeer. Een portefeuille die destijds in 2010 in het vooruitzicht werd gesteld. Ja, dat is genoeg vaag. Maar wat kunt u nou heel goed doen? Wat kunt u heel goed? Dat laat ik altijd door anderen beoordelen, serieus. Okay. Wat kun je absoluut heel goed? Heel goed. Eén zin. Juridische documenten opstellen. Bezwaarschriften, dagvaardingen, gewoon brieven. Oké. Okay. En wat kun je niet? Jokken en liegen. Wat was jouw grootste mislukking? Mijn grootste mislukking is een tuinset in elkaar zetten. Een tuinset? Ja. Nou, dat valt heel erg mee, toch? Ja. Dus ik kan niet timmeren. En wat is dat is mijn grootste mislukking. En wat is jouw grootste talent? Mijn grootste talent is een dochteronderneming voor elkaar maken. Drie dochters. Ik wou net zeggen, je hebt twee prachtige dochters. Drie. Die hebben nog bij mij rondgelopen. Twee van drie. Oké, ja, dat klopt. Dat kan ik alleen maar beamen. Maar dat was geloof ik niet waar we op zoek naar zijn.